zon schijnt, het is lekker weer en ik ga sporten. Ja, het is weer zover. Het is echt meer dan een week geleden. De laatste keer was vorige week donderdag. Ik ben benieuwd hoe ik het nu kan. Vorige week donderdag was die les waar ik zo'n ontzettend tomatenhoofd van kreeg. En waar ik ook echt, ja, ik ging echt dood. Ik was echt, ben nog een uur misselijk geweest en het gevoel dat ik ook ging overgeven. Zo erg is het. Maar ja, hij zei dat is normaal. Nou, ik heb het even met Anne over gehad. Zei nou, die les gaan we misschien wel weer doen. Maar dan als we iets meer conditie hebben opgebouwd, zodat het iets minder zwaar is dan dit. Ja, sorry, maar ik wil dit echt niet nog een keer. Nick is thuis en hij heeft de auto. Zijn auto heeft iets minder achterbakruimte. En hij gaat hout halen voor de tafel en voor de tv-meubels en zo. Nou ja, meubels. Eentje, maar ook voor de kast. Ik heb het gevoel dat het verhuizen hem wel zwaar valt. Want hij is best een beetje zo weinig. En ik krijg telkens het idee dat hij vindt dat ik te weinig doe. Maar als ik dan vraag of ik iets kan doen, dan is het antwoord vrij snel van... nou nee, eigenlijk niet. En gisteren zei hij, ja, er moet nog heel veel gebeuren, maar ik weet niet wat. Ik dacht, ja, hallo. Daar heb ik niks aan. Zeg me dan wat ik kan doen, weet je wel. Ik voel me ook heel nutteloos. En vandaag, vanochtend zei hij, na sporten verwacht ik de volle 100% inzet. Dan denk ik, ja, nou laat je het dus weer klinken alsof ik niet wil. Maar dat is niet zo. Het is alleen bij alles wat ik wil doen dat jij zegt, nou ja, nee, dat kan eigenlijk niet. Of nou, dat doe ik zo wel. Dan denk ik, ja, je kunt mij ook niet kwalijk nemen. Dus ik heb het idee dat hij wel een beetje, hij is een beetje klaar met het verhuizen gewoon. Maar vandaag gaan als het goed is de eerste spullen over en denk niet zijn bed eigenlijk. Of ik hoop eigenlijk niet zijn bed, want ik heb thuis nog helemaal niks ingepakt en zo. En als ik daar dan vannacht dan moet gaan slapen, dan leef je zo in twee huizen. Ik zou dan liever echt eerst alles overbrengen en dan daar slapen. Dat kan natuurlijk ook als zijn bed er staat, alleen dan vind ik het lullig, want dan voelt het alsof ik daar niet wil slapen en dat is het niet. Ik vind het alleen vreselijk onhandig als mijn kleren en alles nog thuis ligt, als ik mijn kamer nog moet doen en dan voel je je thuis niet echt thuis en dan heb je in je huis nog niet alles wat in huis hoort, zeg maar. Nou, we gaan het wel zien. Het vroeg of het fietsen is nog steeds heel zwaar. Ik dacht, we komen natuurlijk op een punt dat de conditie zo goed is dat ik dit gewoon kan zonder te hijgen. Maar het is nog niet zover. Ik zie jullie straks weer. Het zit er weer op en mijn hoofd is weer mooi rood, dus ik heb het weer goed gedaan. Het was echt wel weer lekker hoor. Ik merk dat bij burn, het is echt zwaar. Maar niet zo zwaar dat je denkt dat je doodgaat. Dat is wel fijn. En ik heb niet heel erg het idee dat het beter gaat dan aan het begin. Misschien heel ietsje, maar niet heel erg veel beter. Dus ja, is het dan zo zwaar gewoon altijd dat het, hoe dan ook, hoe je conditie is, zwaar is. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar die het geeft, de groepsleiderles. Groepslesinstructeur, zullen we het zo noemen. Die is ook altijd van boven tot onder bezweet en super zwaar. Dus misschien, ja, maakt het niet uit hoe vaak je het doet, blijft het gewoon onwijs zwaar. Want het wordt niet makkelijker. Dus ja, wel ietsje. Wel ietsje misschien. Nou ja, ik weet niet meer zo goed. Maar ik voel me wel gelijk weer een stuk slanker. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Maar de afgelopen week, jongens, ik heb zoveel gegeten, zoveel patat en slechte dingen. En dan voel ik me altijd vet slecht. En dan voel ik gewoon dat ik dikker word. Ik voel gewoon het vet heen en weer gaan. Nee, dat niet. Maar ik voel me wel gelijk ongezond. En daardoor ook minder lekker in mijn kleren. En nu denk ik gelijk, oh ja, oh, dit was echt fijn. En het is echt goed. En het is zo voorbij. Dat is echt heel chill. Nou, ik ga nu even douchen. En ja, dan gaat het verhuizen beginnen. Ik weet echt niet. Ik weet niet waar we gaan beginnen. Kijk hoe mooi. Dit veld met bloemetjes. Zo nice. Maar ja, ik wil zeggen, ik weet niet waar we het verhuizen gaan beginnen. Ik weet niet of Nick überhaupt nog bij mij thuis is. Dat hij al planken aan het halen is. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb me opgemaakt en Nick komt me zo halen. Hij heeft namelijk de auto gisteren bij het huisje laten staan. We zijn met mijn auto gegaan. Hij wilde bij het eten namelijk wat drinken. Dus hij komt me zo halen en dan gaan we naar het huisje. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat we gaan doen, nog steeds niet. Maar ik durf het niet zo goed te vragen, omdat hij niet zo goed erop reageert. Dus ik zit nu gewoon eventjes... Het ziet er wel lekker uit, dat broodje. Ben benieuwd. Zie je? Ja, netjes.
Wat een scheidmiddag. Ik ben er zo klaar mee. Ik zit echt hier en ik ga gillen. Echt. Wie ooit bedacht heeft dat verhuizen leuk is, die heeft het zo mis. Nee, wacht. Echt. Hij heeft dus tapijt tegengekocht. Gisteren. En ik zeg tegen hem, doe maar iets van grijs. Nou, absoluut geen grijs. Alles behalve grijs. Ze zijn donkerbruin. En niet echt donkerbruin, maar een beetje bruin dat ook niet helemaal bruin is. Nou, nee, het is echt te lelijk. En dan denk ik echt, what the fuck, weet je wel. We hebben in ons huis echt 0,0 dat bruin is. En met 0,0 bedoel ik echt 0,0. Er is niets bruin. En dan zeg ik, hé, waarom heb je deze nou gekocht? Ja, het was goedkoop en je moet niet zo zeuren, want het scheelt €500. Dit, zo. Kijk, dan denk ik snap dat je graag iets goedkoops wil kopen. Je wil niet te veel geld uitgeven. Dat is prima. Maar zoek dan verder. En ga dan niet het eerste beste wat je ziet waarvan je denkt, oh, zoveel geld wil ik uitgeven kopen. Als het lelijk is. Ik bedoel, dat slaat echt helemaal nergens op gewoon. Oh man. En dan zeg ik, wat kan ik doen? We zijn vanochtend weg geweest voor gordijnen. Nou, er waren geen gordijnen die goed waren, want ik wil graag vitrage. En vitrage kan allemaal niet langer dan 3 meter. Echt helemaal nergens. Bij niemand niet. Nee, ja, dan moet je dichte gordijnen nemen. Denk ik, ja, dat kun je leuk zeggen. Maar ik wil geen dichte gordijnen. Anders had ik wel gezegd, doen we dichte gordijnen. En dan zegt hij, ja, neem nou gewoon niet. Zeg ik, ja, dat ga ik dus niet doen. Ik zeg, je kan gewoon... Ik ga dan gewoon verder kijken. En dan ga ik over nadenken wat ik wil. Ik koop niet zo 1, 2, 3 van, nou, oké, ze hebben geen vitrage best. Als ze geen vitrage hebben, doe dan maar gewoon dat. Nee, het is mijn huis. Ik ga erin wonen. Ik wil daarover nadenken. Denk ik, nou, wat vind ik mooi als ik dan geen doorzichtig witte vitrage krijg? Wat wil ik dan voor de ramen? Maar hij is gewoon, ja, je moet niet zo moeilijk doen. Je moet dan gewoon kopen, je moet gewoon kiezen. Ik zei, nou, dat ga ik niet doen, dat doe ik gewoon niet. Nou, en toen kwam zijn vader en zijn vriendin. En toen zei die vriendin, kom, wij gaan wel eventjes en dan kiezen we wel even wat uit. Ik met die vriendin naar de Leenbakker, naar de Quantum, naar de weet ik veel wat. Nee hoor, nee, wat jij wil, dat hebben ze inderdaad niet. Nee, dat had ik al gezegd. Nee. Dus, ik ben nu gewoon ook weggelopen. We zijn weer teruggegaan naar het huisje. Ze zijn de bank halen en de koelkast en de wasmachine. En ik dacht, weet je, doen jullie dat lekker? Zijn vader is boven die afgrijzelijk lelijke tapijtvloer aan het leggen. En ik ga nu die lamp kopen waar ik over gedroomd heb. En ik ga even afwachten of Birdie nog iets terugstuurt. En als Birdie iets terugstuurt, dan ga ik gewoon naar IKEA. Dit is het enige wat nog deze dag goed kan maken. Is dingen kopen die ik leuk vind, want... Ik vind het echt niet meer leuk. Ik vind het echt niet meer leuk. Echt. Ik heb alleen maar zin om gewoon in een hoekje te gaan zitten en een beetje gaan zitten janken totdat het klaar is. Ik vind het toch niet leuk. Het hoort toch leuk te zijn, verhuizen? Je hoort toch gelukkig van te worden, de spullen die je ziet? Ja, zeg, niemand ziet dat tapijt boven, hoor. Ja, ik toch? Ik woon daar toch? Ik zie toch iedere keer als ik uit mijn bed stap, zet ik mijn voeten op die tapijt? Sorry hoor, maar ik moet er wonen en als ik het niet mooi vind... Nou ja, hè? Blijkbaar ben ik... Ja, ik heb hem gekocht. Daar ligt hij. Ja, was er nog de lamp uit mijn dromen, letterlijk. Ik heb ook gewoon een licht, heel licht roze kleed bij gedaan. Omdat ik hem leuk vind. En om gewoon om mijn frustraties weg te kopen. En ik moet eerlijk zijn, het werkt. Echt. Ik voel me gewoon echt al beter. Gewoon. Echt shoppen. Ik rij nu langs het huisje, maar ik zie nog geen bankenboerbus. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze nog niet terug zijn. Toen ik wegging was Pita dus de keuken aan het schoonmaken. Daarom ben ik ook een soort van weggegaan. Want Nick en mijn vader waren dus... Pita is trouwens de vriendin van de vader van Nick. Mijn vader en Nick waren de bus van een vriend van Nick aan het lenen om spullen te vervoeren. Zijn vader was boven het tapijt aan het leggen. En Pita zei, is de keuken al schoon? En ik dacht, nee. Ze gaat echt serieus nu de keuken schoonmaken. Ja, zij voelt zich natuurlijk ook... Zij wil zich ook nuttig voelen, weet je. Want ze is er toch. Dus ik zo, nee, daar heb ik nog niks aan gedaan. En gelijk voel ik me mega schuldig. Denk ik van, oh, ik heb nog niks aan de keuken gedaan. En ze bakt sop erbij. Een emmertje. Oh, en ze begint te schoonmaken. En ik vind het zo lief dat ze dat doet. Ik vind het zo... Oh, ik vind dat zo geweldig. Maar dan voel ik me gelijk zo nutteloos. En dan denk ik, oh, ik doe helemaal niks.
gelijk schuldig. En dan loop ik maar weg en dan ga ik dus maar spullen kopen. Soms baal ik echt van mezelf. Dan denk ik, ja, ik zou ook gewoon... Maar ja, ik heb eerlijk gezegd, ik heb over die keuken nagedacht. Maar ik dacht, ja, weet je, ik wacht wel tot alles klaar is. En dan ga ik de keuken wel schoonmaken als ik hem ga inrichten en zo. Maar ja, überhaupt, voordat ik het kon gaan doen, was zij het al aan het doen. Het geeft niet. Het is gewoon heel lief. Maar ik voel me zo nutteloos. En misschien is dat wel wat me zo frustreert. Dat ik me gewoon... Ik voel me gewoon niet nuttig genoeg. En ik heb het idee dat hij daarom boos op me is. Omdat hij elke keer van die opmerking maakt van... vandaag verwacht ik 100% inzet. Ben je morgen wel helemaal tot mijn beschikking? Dat ik denk van, oh ja, oftewel je doet te weinig en ik vind het stom en irritant. Zo komt het op mij over en daarom ben ik denk ik zo boos. Kijk, dat dat tapijt nou niet de kleur is die ik wil, ja, so be it. Weet je, ja, als dat het grootste probleem in je leven is, maar ja, momenteel wel. Ja, ik ben in het centrum en ik ga naar de Xenos en ik ga nog meer kopen. Gewoon omdat ik daar blij van word. We zijn even in Renswoude en we gaan het spullen ophalen. Een trap, want we willen graag de kroonluchten ophangen. Hij heeft de kroonluchten opgehaald. En nu ik hem zie, ik zei ook van, ja, maar kunnen we het toch meteen ophangen? Ja, dan moeten we eerst naar Renswoude. En dat is niet zo handig. Ik zeg, geef toch niet? Ik zeg, ja, of je gaat vanavond naar Renswoude. En dan morgen terug. Ik zeg, maar je kunt toch ook een keer heen en weer rijden? We hebben de hele avond nog. En weet je, als de kroonluchten eenmaal hangt, kunnen we de bank neerzetten en uitpakken. Want dat kan nog niet eerder, omdat je dus een gat boort in het plafond. En dan komt er allemaal stof. En anders is je bank gelijk vies. Maar nu we er toch zijn, gaan we ook gelijk even wat spullen die zijn moeder voor ons gekocht heeft meenemen. Want dat is een hele hoop. Ik zal het even laten zien. Het zijn een aantal tassen. Ik heb hier een... Ja, ik weet ook niet. Ik weet echt niet wat erin zit gewoon bij alles. Tossie-ijzer geloof ik. Nou, dit voelt als handdoeken. Hier hebben we ook wat handdoeken. Maar ja, dat zijn er nooit genoeg. Dus daar moet in ieder geval nog wel bij komen. Glaasjes. Oh, ik heb echt zin om alles uit te pakken. Oh, dit zijn wel leuke glaasjes. Nou ja, weet je... Zo, wat is dit nou weer? Nou ja. Ga ik later bekijken. En daar nog een tas. Hier nog een tas. Hier nog een tas. En daarachter nog een tas. En hier staat nog de tv. En wijnglazen. Dus nou, dan gaan we proberen. Ik ga het proberen allemaal in de auto te krijgen. Maar de trap moet ook mee. En dan kan ik alles opruimen. Piet heeft natuurlijk de keuken schoongemaakt. Dus daar kan alles in. En waarschijnlijk gaan we dan morgen naar de IKEA om een badkamermeubel te kopen. En nog iets. Nou, weet ik niet meer. Nog iets. Ik zit in de auto naar huis. We hebben eventjes de spulletjes gedropt en zijn eigenlijk daarna gelijk weer gegaan. Want het is gewoon klaar voor vandaag. De koekjes op en morgen is een nieuwe dag. Ze hebben weer de hele dag vrij. Dus we gaan nu even lekker bij mijn mama eten. Die heeft een heerlijk voor ons gekookt. Een gezonde hap, ook wel fijn. En dan gaan we denk ik de rest van de avond niks doen. Ik heb wel stiekem een beetje in de tassen gekeken. En er zijn een aantal dingen waar ik heel blij van word. En een aantal dingen waar ik van denk... We hebben nu dus, ik denk een stuk of 8 handdoeken in 4 verschillende kleuren. Nou ja, het is ten eerste niet genoeg en ik denk dat ik liever, ja, de kleuren passen op zich wel goed bij elkaar. Maar Pita heeft handdoeken gekocht, dus de vriendin van zijn vader en zijn moeder. En het is een andere kleur grijs weer en zo. Dus het is wel een beetje een zooitje. Maar er zijn zoveel dingen die super handig zijn. Zoals bestek, pollepels, blikopener, dat soort dingen. En een stamppotstamper of een hutspotstamper, hoe heet zo'n ding, weet ik veel. Dus dat is wel heel fijn. Maar nu is het genoeg geweest voor vandaag. We gaan morgen de kroonluchter ophangen en dan komt de bank. En de koelkast en de wasmachine waren er al wel, maar nog helemaal ingepakt. Verder niks mee gedaan. Je moet gewoon eerst zorgen dat alles mooi schoon is. En dan gaan we de spullen uitpakken. En de koelkast moet dus ook acclimatiseren. Vanwege het verhuizen gaat dan de koelvloeistof heen en weer. En dat moet dan weer 24 uur zakken of zo. Dus dat moet eerst 24 uur zakken en dan kunnen we het pas gaan gebruiken. Maar morgen wordt wel echt een grote stap gezet. Alhoewel we niet zijn bed hebben overgedaan. Dus wat dat betreft gaan we er denk ik dit weekend nog niet slapen.
Ik had gedacht dat alles wat soepeler zou gaan of zo. Maar op een of andere manier... Ja, de laatste keer dat ik verhuisd ben is zo lang geleden dat ik me er eigenlijk niks van herinner. En dat zegt genoeg. Ik dacht gewoon eventjes zus, 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 dit, zus, zo. En dat is niet zo. Het komt gewoon heel veel bij kijken. En ik merk ook hoe moeilijk het is, of tenminste hoe moeilijk ik het vind om iedereen tevreden te houden, zeg maar. Zijn vader wil heel graag helpen, zijn moeder wil heel graag dingen doen. En je wil iedereen een soort aandeel geven in het helpen en in jouw huisje creëren. Maar uiteindelijk blijft het jouw huisje, weet je wel. Dan denk ik, ja, als ik die theepot nou niet leuk vind en ik heb hem gekregen en ik kan toch niet ondankbaar zijn. Ik moet die theepot toch aannemen, ik moet er toch dankbaar zijn en gebruik van maken. Maar dan denk ik, ja, ik vind het echt geen leuk theepot en uiteindelijk blijft het mijn huis. En dat zijn wel strubbelingen waar je dan in blijft zitten. Dus ik denk, ja, in hoeverre ga je door met de ander pleasen terwijl het jouw huis is? Dat is wel iets om goed over na te denken. Ik denk ook, weet je, zoals met IKEA, met een badkamermeubel en zo. We kunnen dat gewoon het beste zelf doen. Want Pita zei ook heel lief van, anders rijden we naar de IKEA. En dan gaan we even kijken. Ik denk, ja, dat is leuk, maar ik wil het gewoon met hem doen. We gaan dat gewoon samen doen. We gaan samen iets uitzoeken. Zonder dat we tapijtproblemen krijgen. Ik heb jullie de tapijt nog niet laten zien. Dat was niet bewust. Eerlijk waar, was niet bewust. Maar ik ga het morgen uitgebreid laten zien wat we allemaal neer hebben gezet en hoe mooi het wordt. Ik ga nu even lekker eten, daar ben ik ook wel aan toe. Eentjes in de vijver. Kijk, kijk, kijk. Ze zijn een beetje schuw. Maar ze zijn dus al 2 dagen bij ons in de vijver. Zitten ze hier gewoon? Dat is toch te leuk? Hi! Kijk, ze zitten lekker een beetje te eten. Vinden jullie het leuk bij ons in de vijver? Gaat toch nergens over? Hoe komen die überhaupt hier? Ze zijn er echt al 2 dagen. Ik kan niet te dichtbij komen, daar worden ze een beetje bang van. Kijk, ze zitten nu verschrikt te kijken wat ik ga doen. Ja, ik denk dat als ik dichterbij loop dat ze weg zijn. Leuk hè? Ik heb net de vlog voor morgen geëdit en er zijn daar nog meer filmpjes weg dan gisteren. Op zich wel... wat lange filmpjes overgebleven, maar het is wel echt heel jammer, want het, ja, de hele structuur is uit een dag, zeg maar. Ik heb niet de opening, dus ik open gelijk met gebak. Nou ja, op zich ook leuk, maar het is echt jammer. Ik heb denk ik gemiddeld zo'n 10 à 15 filmpjes op een dag en nu doen er het 6. En vanmorgen doen er het volgens mij ook 6, maar allemaal korte. Dus ik denk dat die van zondag nog korter gaat worden. Het is echt zo balen. Maar weet je waar ik ook van baal? Ik had 1 filmpje met mijn oma. En die vertelde dus over de liefde tussen haar en mijn opa. En over dat geven en nemen is. En dat vond ik zo mooi. Het was zo mooi. En dat is gewoon weg. Ik heb dat gewoon niet meer. Het is echt balen. Het was sowieso een leuke moederdag. En dat kan ik dan nu niet helemaal meer laten zien. Dus ik heb ook even mijn nagels gelakt met de andere Sally Hansen. En nu heb ik die diamond gloss zoiets. Topcoat van Sally Hansen erover gedaan. En dat maakt het heel mooi glimmend. Maar zonder die topcoat vind ik de Miracle Gel echt best wel dof. Ik ga nu even douchen en dan ga ik lekker slapen. Het was een tijdagje en hoop stress. Maar morgen gaan we denk ik echt grote stappen zetten. Dan gaat de bank erin, de kroonluchter. Ik ga naar de IKEA om een badkamermeubel te halen. Een gordijnrail en nog allemaal van dat soort dingetjes. En dan denk ik dat het huis echt vorm gaat krijgen. Dus daar heb ik heel erg zin in. En dan wie weet, ja, of morgen of... Nee, ik hoop eigenlijk niet morgen al, want ik moet nog thuis heel veel doen. Dus ja, misschien maandag of dinsdag of zo voor het eerst slapen of echt over. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Hallo, goedemorgen. Ik zit in de auto en het is weer een beetje... Ja, hetzelfde als normaal. Ook om 8 uur moet beginnen... Het is een beetje haasten.